Wanneer moet u een IBA plaatsen? We produceren dagelijks zo'n 120 liter huishoudelijk afvalwater per persoon, afkomstig van douche, toilet, wasmachine, vaatwas enzovoort. Vroeger belandde dat afvalwater rechtstreeks in een waterloop, waardoor deze erg vervuilde en stonken. In opdracht van het Vlaamse gewest bouwt en beheert Aquafin de infrastructuur voor rioolwaterzuivering in Vlaanderen. Ongeveer 80% van alle Vlaamse huishoudens is intussen aangesloten op de openbare riolering. Het effect op de waterkwaliteit in onze beken en rivieren is dan ook duidelijk merkbaar aan de fauna en flora. Maar ook wij kunnen opnieuw genieten van schoon oppervlaktewater. We streven ernaar om de huishoudens maximaal aan te sluiten op de openbare riolering. Alle verstedelijkte gebieden en grote woonkernen zijn intussen aangesloten op het rioleringsstelsel. Toch zijn er nog heel wat kleinere woonkernen die moeten aangesloten worden. Waar we riolering aanleggen, zijn de woningen verplicht hierop aan te sluiten. Woningen die te ver afgelegen zijn, moeten een zogenaamde IBA installeren. Een individueel systeem voor de behandeling van een afvalwater. Welke woningen aangesloten worden op de openbare riolering en welke op een individuele zuivering, is bepaald in de zoneringsplannen die de Vlaamse Milieumaatschappij opmaakte met de gemeente. De zones waar het afvalwater individueel moet gezuiverd worden met een IBA hebben een rode kleur.